Nou, welk filter moet ik? Ik weet wat de filter is, maar waar kan ik uit kiezen? Niet de moeilijke vragen, toch? Nee. Oké. Okay. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Ik ben zenuwachtig voor dit interview. Eigenlijk. Ja, tuurlijk, het is altijd heel spannend, want je weet helemaal niet. Het is nog 3 weken vandaag, precies. Dus er kan nog zoveel gebeuren. Het is wel spannend. Wat vindt u dan het spannendst? Wat de uitslag is. En je moet nog allerlei dingen tussendoor. Je hebt allerlei debatten die er komen. En allerlei moeilijke interviews, zoals vandaag met jullie. En dan hoop ik dat ik geen hele gekke antwoorden geef. Dat ik het in zo'n debat een beetje goed doe. Dat is wel spannend. En wilde u altijd al politicus worden? Nee, niet altijd. Vanaf dat ik een jaar of 16 ben, denk ik. En daarvoor wilde ik zakenman worden. Zakenman en miljonair. Krijgt u wel eens liefdesbrieven? Geen handgeschreven liefdesbrieven, maar ik krijg wel eens hele lieve berichtjes via Facebook. Ja. Zoals? Of via Instagram ook wel eens. Dan zijn er wel eens mensen die aangeven dat ze me heel leuk vinden. En heel aardig. Of dat ze me wel er leuk uit vinden zien. Okay. Die laat ik dan niet aan mijn vrouw lezen. Heeft u ook wel eens kattenkwaad uitgehaald vroeger? Jazeker. Belletje trekken deden we natuurlijk wel. En, of een ballonnetje om de uitlaat doen van iemand. Hebben we dat wel eens gedaan? Nee. Dan je een ballon erom en dan geeft iemand gas en dan klapt die. Dus dan kunnen mensen heel erg schrikken. En ik heb belletje trekken ook wel gedaan. En dat heb ik in één keer afgeleerd. Er was namelijk de overtreffende trap van belletje trekken was dat je dan niet wegrende, maar dat je bleef staan. Dat jij, sorry, ik ben weggerend. Sorry, ik ben vergeten weg te rennen. En toen was er een oude mevrouw, ik weet ook nog ongeveer welk huis het was. Er was namelijk een oude mevrouw en die deed op zes. En die werd niet boos, maar die zei, och jongen toch. Ik heb er zo lang over gedaan om naar de deur te lopen. Wat ook klopt, dat duurde heel lang. Ik ben zo teleurgesteld dat je nou belt. Dat vind ik helemaal niet leuk. Toen schaamde ik me zo dat ik het daarna niet meer heb gedaan. Wat doet GroenLinks voor kinderen? Wat we voor kinderen doen? Heel veel, eigenlijk. Bijna alles wat we doen, doen we voor kinderen. Ik ben zelf vader van 2 kleine snotneusjes. Eentje is 3 en eentje is 1. En bij alles wat we doen denken we naar wat betekent dit voor de wereld van overmorgen. De wereld waar zij moeten leven, waar jullie in moeten leven. En dat zie je terug in hoe wij nadenken over het klimaat en over de aarde. Dat we die niet op moeten gebruiken. Dat jullie ook nog een aarde moeten hebben waar we op moeten kunnen leven. Dus opwarming van de aarde tegengaan. Je ziet het in wat we in het onderwijs doen. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat je je talenten moet kunnen najagen. Je dromen moet kunnen najagen. Je had het over mode. Net, en dat vind ik ontzettend mooi om te horen. Dat je eigenlijk, volgens mij is het een passie van je, of niet? Ja. En ik wil heel graag dat je daarin door kan gaan en in door kan leren. En dat je daar maar alles in mag bereiken wat je wil. Maar dan moet het onderwijs wel in meewerken. Ja. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat steeds minder vaak naar talent van kinderen wordt gekeken. Nou, wat kan je nou goed, maar vooral wordt gekeken wat kan je niet zo goed. Dus er is heel veel nadruk komen te leggen op taal en rekenen. En als je er wat minder goed bent in rekenen, dan wordt eigenlijk al gezegd. Ja, sorry, dan wordt het steeds moeilijker om een diploma te halen. Terwijl jij wil gewoon bezig zijn met je passie, met mode. Nou, dat is waar onderwijs over gaat. Dus dat willen we voor het onderwijs veranderen. En vindt u dat kinderen zoals wij ook moeten of gaan kunnen stemmen? Nee. Juist kinderen. Dus wat ik zeg, dit is best wel spannend om met jullie te praten. Als ik met volwassenen spreek, weet ik precies wat ze me gaan vragen. Maar kinderen hebben vaak hele andere vragen en veel. Waarom? Hoezo dan? Hoe komt dat? En dan moet je veel dieper gaan nadenken over het antwoord. Dus ik denk dat kinderen best wel in staat zijn om de juiste vragen te stellen of goede keuzes te maken. Maar ik vind niet dat het jullie verantwoordelijkheid is. Kinderen moeten daar niet over na hoeven denken. Je moet kind kunnen zijn. En dat betekent dat je gewoon lekker moet kunnen spelen. En ik vind dat zo lang mogelijk kinderen zorgeloos moeten zijn. En dat ze niet hoeven na te denken over wat er de consequenties van wat er in de wereld allemaal gebeurt. Je moet ja, kunnen spelen, daar leer je heel veel van. Speelt u ook eens telefoonspelletjes op je telefoon? Ja, doe ik ook wel eens. Zal ik eens kijken of ik iets kan vinden, wat het was? Wordfeud. Oh. Speel je dat ook? Ja. Maar dat heb ik al heel lang niet gespeeld. Dat speel ik met mijn vrouw. En wat ik heel leuk vind, want dan kan je, ik ben heel veel van huis, maar dan kan je toch met elkaar dat spelen. Er was nog iets. Het slimste mens.
En een of ander schietspelletje heb ik ook wel eens gedaan. MC5 heet het. Ik kon de naam niet. Dat is ook heel leuk. Maar mijn geheugen van mijn telefoon is vol, dus hij doet het niet meer. Zullen we een snap selfie maken? Zeker. Nou, welke filter moet ik? Ik weet wat de filter is, maar waar kan ik uit kiezen? Want ik heb zelf, ik doe alleen maar Instagram en Facebook. Doe die andere eens, deze? Welke vinden jullie het leukste? Wat is jouw favoriet? Deze. Ja, dat is goed. Als dit je favoriet is, doen we deze. Je staat er niet goed op, wacht even. Je staat er maar half op. Oh. En een drag queen hier. Ja. Heel goed. Ja, dat was hem? Ja. Dank jullie wel.